Twee stroefdraaiende grootmachten Katwijk tegen Spakenburg. Koploper Scheveningen op bezoek bij Capelle. En de Bollenstreek derby, Lisse tegen Noordwijk. Dames en heren, welkom bij deze TV West. Het is zaterdag 14 september. Denkt u zaterdag natuurlijk aandacht voor de topklasse. Komen we straks ook bij hoor, met onder andere de topper tussen Capelle en Scheveningen. Maar we beginnen met ADO Den Haag. Want ADO zou vanavond spelen een thuiswedstrijd tegen Vitesse. En ik zeg heel nadrukkelijk zou, want wat is er gebeurd? Al het amateurvoetbal gaat door, maar ADO Den Haag is afgelast. Hoe komt het dat er vandaag niet gespeeld kan worden? In feite is de combinatie dat er deze week te veel regen is gevallen en een nieuw veld. Hè. Die twee dingen bij elkaar heeft ervoor gezorgd dat vanmiddag de KNVB gezegd heeft dit is te gevaarlijk om te voetballen en de wedstrijd eruit gegooid. In een straal van 5 kilometer wordt er wel gespeeld op echt gras. Ja, dat klopt. Er zijn ook een paar wedstrijden afgelast, maar hier had het gewoon door moeten gaan bij een professionele organisatie. Maar het is de combinatie van een nieuw veld en te veel regen. Wat is dan het nieuwe veld? Wat heeft er dat al mee te maken? Nou, in feite is de hechting van het veld nog niet voldoende. En ook in deze kant zou ik zo laten zien dat het nog niet voldoende geworteld is. En je ziet ook langzaam dat het gras een beetje naar boven gekomen is. En het water zakt onvoldoende weg. En we weten niet hoe dat komt. Maar als het water weg zou zakken, dan zou er in mijn optiek een drainage onder liggen. Ligt die hier wel onder? In feite is het drainage, ik ben niet te technisch, dat is mijn achtergrond ook helemaal niet. Maar de drainage is het totale systeem van gras, de onderlaag die er zit, een doek wat erbij zit, nog eens een keertje grond eronder. Daar gaat het water heen, komt in een grote bak terecht en dat moet functioneren. En het gekke is dat aan deze kant, waar ik naar kijk, daar is het heel erg drassig. En aan de andere kant achter ons, daar is het veld gewoon goed, daar zou je kunnen voetballen. Kan je dan concluderen dat er daar wel een drainage ligt en hier niet? Nee, dat is één systeem. Dat is ook niet in compartimenten gebouwd of zo. Het is één systeem, dus het moet overal hetzelfde functioneren. Heb je dan aan de aannemer gevraagd hoe het kan dat we hier in het water staan en aan de andere kant niet? Ja, nou hij weet het ook niet precies aan te geven. Dus we moeten daar volgende week nog verder over praten van hoe gaan we het oplossen. Wie is er verantwoordelijk voor het veld? De gemeente. Stel je die ook aansprakelijk voor de kosten die hieruit voortvloeien? Natuurlijk, in dit soort gevallen ga je om tafel zitten en ga je zeggen van jongens, ten eerste hoe gaan we het oplossen? En ten tweede, het probleem wat eruit voortkomt, wie gaat dat betalen? Maandag wordt er ook gesproken met de KNVB wanneer deze wedstrijd ingehaald zou kunnen worden. Is woensdag dan te vroeg? Als ik heel eerlijk ben, maak ik me daar wel zorgen over. Want de weersberichten blijven slecht. En we hebben dit de afgelopen dagen ook niet kunnen oplossen. Dus ik wil maandag wel eens horen van de gemeente en van de aannemer van hoe die er tegenaan kijken. Het veld in het Kyocera Stadion is dus onbespeelbaar. Zal wellicht nog een staartje krijgen. Goed, dan gaan we naar het amateurvoetbal straks. Ik zei het al eerder, de topper tussen Capelle en Scheveningen. Maar we beginnen in Katwijk. Ook daar een topper, op papier althans. Katwijk tegen Spakenburg. Twee grootmachten. Maar twee grootmachten die behoorlijk stroef zijn gestart dit seizoen. Maar wat wil het geval? De ene vereniging gaat daar iets anders mee om dan de andere. Ja, helemaal. Ze gaan er hier in Katwijk heel anders mee om. En de situatie is ook volkomen anders natuurlijk, hè. Begrijp wat je bedoelt. Bij Spakenburg hebben ze gistermiddag de trainer aan de kant gezet. De reden, ik ben net even wezen vragen bij de mensen die erover gaan bij Spakenburg. Het schijnt zo te zijn dat het in de voorbereiding al niet liep en het in de competitie alleen maar slechter is gegaan met Spakenburg. Dat is ook waar natuurlijk qua resultaat. 3 gespeeld en geen enkel punt. En men ziet in Spakenburg geen heil meer om door te gaan met Johan de Kok. En in Katwijk, regerend kampioen, 3 gespeeld. 2 verloren en 1 gewonnen, dan zijn ze toch wat rustiger en dan zijn ze niet in paniek. Feit is wel dat beide ploegen vanmiddag hier op de Krom snakken naar een overwinning. Johan de Kok dus ontslagen bij Spakenburg. Laten we kijken of dat het gewenste schokeffect teweeg brengt. Met andere woorden, gaat Spakenburg de eerste punten pakken of kan Katwijk profiteren van het zwalkende Spakenburg? Willem van Zuilen geeft commentaar bij de beelden Katwijk-Spakenburg. Het gesprek van de dag op de Krom is natuurlijk het ontslag van Johan de Kok, de trainer van de Spakenburgers. Dit is de eerste kans voor oud-Noordwijkspeler Kees Tol. Tegenwoordig dus in het blauw-wit, aan de blauwe kant van de Westmaat. Vrije trap naar de rechterkant en die bal gaat voorlangs. Amos Guiu, na een jaartje FC Linde weer terug bij Spakenburg. Spakenburg vandaag getraind door een interim trainer, Jochem Twisker, normaal gesproken de assistent. Blauwe gaan op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer.
En ze openen goed op de krom. Scholten met een mooie corner en Karoglu bokst die bal weg. Dominique Scholten. Heeft een goede trap. Dat laat hij ook nu weer zien. Hoehoe! Goeie redding van Atam Karoglu. Op de inzet van Dominique Scholten. Vorig jaar nog bij Achilles 29. Dan komen de blauwe weer. En andermaal Atam Karoglu. Dat blijft toch een betrouwbare sluitpost op de krom. Het is eenrichtingsverkeer. Alles richting de kantine. Spakenburg valt aan. En weer een goede redding van die doelman. Katwijk creëert nauwelijks kansen. Snel genomen die corner. Scholten. Laag. En de goal. Het is Rico Wolven die volgens mij het laatste tikje geeft. Ja. Overgekomen van Go Ahead Eagles. Spakenburg opent te scoren en er is er natuurlijk heel veel ontlading. Want er is nogal wat gebeurd. Gistermiddag de trainer eruit. Dit is een speldenprikje van Suzanne met het hoofd. Niet meer dan dat. Robert Suzanne. Op karakter. Oh, foute paas. Onnodig balverlies op het middenveld. Schot en weer die keeper. Karoglu. Een hoofdrol voor de doelman. Het is goed dat hij er staat. Oh, Tuinvoort. Nou, dit loopt best af. Maurice van der Wild was daar dichtbij een treffer. Tweede helft. Lekker wegdraaien. Vrije trap. Op een aardige plek. Dieter Wieg, ook geen onbekende voor ons. En Sao Desing achter de bal. Heeft een goede trap. Wat heet een goede trap? Prachtige vrije trap van Gini Sao Desing. Dit had Katwijk nodig. De box. Dat is een ploeggenoot. Vlijmscherp, met gevoel getrapt. Dieter Wieg kansloos. Dit is lekker voor de ploeg van Bruining. Suzanne. Daar komt Suzanne. Auw! Robert Suzanne. In één keer rood. Nima Schepens is resoluut. Ja, de bal is al weg. En dan maait hij de benen van de speler, zijn tegenstander, onder het lichaam vandaan. Suzanne naar de kleedkamer. Katwijk verder met 10. Danny Guit. Mooi overzicht. Weinig kracht in dat schot. Hens, dit is Hens. Lima Schepens. Hallo, zijn we er nog? Kijk, ja, dit is toch een penalty, scheidsrechter. Waarom komt er geen strafschop voor Katwijk? Hij wil er niets van weten. Hij fluit niet zijn beste wedstrijd vanmiddag overigens. Blijft 1-1, vooralsnog. Kees Pietol. Hoho. Bij Noordwijk was die tref zeker. En zullen ze hem echt missen. Snel genomen inworp. Leonard. Met het lichaam ertussen. Mooi balletje. Maak het maar af, zou je zeggen. Penalty? Ook niet. Nee, geel. Voor jonge Nelen. Nou. Nou. Beide ploegen voor de volle winst. De vrije trap voor de Oranjehemden, de regerend kampioen. Sao Desing of Jongenelen? Het woord Jongenelen. Jongenelen, Dieter Wieg. Kan niet klemmen, moet nu ook lossen. Had de bal al vast. Nee, geen corner. Het is spannend hoor, op de krom. En het kost Katwijk heel veel energie. Krijgen die bal niet weg. Katwijk krijgt die bal niet weg. Oh, daar gaat hij de goal in. Oh, wel haalt hem van de lijn af. Jongen. Geweldige actie van die Joël. De Spakenburg aanhang. Die juicht al. Jongen. Hij staat toch weer echt goed te keepen hoor, die Atam. Inzet was van Pinassi. De enige speler die vorig jaar ook bij Spakenburg speelde.
in de basis begonnen is. Katwijk wankelt. Kruising. Jongen, jongen, jongen. De blauwe missen heel veel kansen. En Katwijk moet het maar doen voor een punt. Of kan het nog? Jonge Nelen. Kopstoot, Dietewieg. Op aangeven van deze Donny van Ooyen. Guit gaat lopen met de bal. Moet je niet doen. Balletje laten rollen. Dat weet hij ook wel, hoor. Het wordt een eentonig verhaal. Maar Karoglu houdt Katwijk weer op de been. De lat. Nou. Jongen, wat een spektakelstuk. En wat staat die gozer goed te keepen. Het punt is nog niet binnen voor Katwijk. Zo mag je het wel zeggen, denk ik. Geldt ook voor de blauwe. Slotfase wedstrijd. Katwijk op de omschakeling. Jonge Nelen, van Ooyen links. Gevonden. Nou, maak het maar af. Probeer het maar. Dietewieg. Het blijft 1-1 op de krom. Het zegt wel iets over het spel van Katwijk als een keeper uit kan blinken. Ja, maar ja, we moeten niet vergeten dat we met 10 man op een gegeven moment kwamen te staan. En dan is het alle hens aan dek. En is het strijd leveren en vechten en kosten wat het kost het punt binnenhalen. En ja, dat is wel een compliment van de ploeg, voor de ploeg. En ja, punt toch gewonnen, vind ik. Een gelijkspel en toch wel een spektakelstuk daar op de krom. Gaan we naar de koploper, Scheveningen. Ja, tot ieders verrassing eigenlijk staan ze gewoon met 9 punten uit 3 wedstrijden. Weliswaar gedeeld, maar toch aan kop van de topklasse. Maar ze laten zich niet gek maken hoor, daar is Scheveningen. Ze weten ook, de competitie duurt nog lang en ze gaan echt nog wel tegen verliespunten oplopen. Alhoewel, John Blok zegt, nou, dit Scheveningen zou misschien nog wel wat beter kunnen. Vanmiddag speelt de koploper een uitwedstrijd, een lastige, tegen Capelle. Het is de nummer 4 van de ranglijst, maar Capelle en eigenlijk alle andere ploegen uit het Rijnmondgebied zijn taaie tegenstanders. Hanif Harara zag de wedstrijd. Duel der ongeslagenen op Sportpark Het Slot. Thuishaven van Capelle, dat in 3 wedstrijden nog niet 1 tegengoal heeft gehad. Scheveningen nog niet 1 keer puntverlies geleden. Dus something's gotta give. Een van de twee gaat die status verliezen. Scheveningen zonder Tim Peters, die begint op de bank. Basisplaats voor Nieuwlaat. En een kans voor Rezo Di Hargio, de topscorer. De man van 4 goals uit 3 duels. Valentijn. Van Wieringen opgejaagd. En de overname door Achterberg. Tillema. En dan moet de doelman van Capelle handelend optreden. Nick van der Ploeg, opvolger van Rick van der Burg, die naar Rijnsburg vertrok om tweede viool te spelen. Van Wieringen. De Lange. Den Hartog. Er zit nog een been tussen van John Nieuwenburg. De captain van Scheveningen beducht voor de Capelse uitbraak. Goemans. Van grote afstand. Niet helemaal ongevaarlijk. Van de mannetjesputter van Scheveningen. De man van vele meters op het middenveld. Rotman zoeken naar de Lange altijd. Spits staat op het randje van buitenspel. Krijgt het voordeel van de twijfel, maar weet het doel niet te vinden. El Moussaoui. Ruimte gezien bij Brouwer. Die krijgt de bal terug en doet het dan in 1 keer. Fraaie poging van Brouwer geldt ook voor de redding van Van der Ploeg. Overtreding. Op Brouwer. Dus vrije schietkans voor Rezo Di Hargio. Voor zijn 5e. Dat lukt hem niet. Van der Ploeg zit ertussen. Ruststand 0-0. Beeldsnijder heeft nog weinig te doen gehad in de eerste helft. Waarin Scheveningen de betere was. Maar dit is een slordig begin van de tweede helft. El Moussaoui in de fout. De Lange moet scoren. Wordt daarvan afgehouden door Beeldsnijder. Die daarmee zijn naamgenoot Samir El Moussaoui redt. Loopt dus met een sisser af voor Scheveningen. Deze man
kreeg de Dot van een kans, Peter de Lange. Hoekschop via Rotman. En naast zijn kop door Jos van Nieuwstad. Oud-prof van onder meer Willem II. Aldogan. In het veld gekomen voor de uitgevallen Rezo Di Harjo. Tegenvaller voor Scheveningen. Hier raakt Goemans in duel met de doelman van de ploeg. Beide naar de grond. Ze kunnen hun spel weer vervolgen. Uitverdedigen van Brouwer. En het druk zetten van Aldogan, die van Wieringen de baas is. Maar dan is de voorzet te scherp. Nu is Aldogan zelf nog niet scherp genoeg. Herstellende van langdurig blessureleed. Hij moet nog op krachten komen. Rotman ziet de ruimte bij de Lange. Die krijgt weer een vrije doortocht. En wederom is Beeldsnijder hem te snel af. Rotman. Bal getoucheerd en dan is er gefloten. En krijgt Capelle een strafschop. Vanwege vermeend hands van Samir El Moussaoui. En die is daar duidelijk niet mee eens. Bal stuit omhoog en dan de linkerarm van El Moussaoui. Die dat ongetwijfeld niet bewust doet, maar wel de bal aanraakt. Genoeg voor een 11 meter bal. Gerson Ribeiro achter de bal en hij zet Capelle op 1-0. En dat doet hij een kwartier voor tijd. Middenvelder van Capelle opent de score. De man die vorig jaar nog voor Alfse Boys voetbalde in de hoofdklasse. Op profavontuur naar Bulgarije ging, maar inmiddels is weer terug op de Nederlandse velden. Aldogan. Verkeerde kant op gekopt. Daar was toch een mogelijkheid voor Scheveningen. Dat nu langzamerhand tegen de klok moet vechten. Ruimte nu aan de rechterkant voor Capelle. Met Versluis. Daar had de invaller de wedstrijd zomaar in het slot kunnen gooien. Op Sportpark het slot. Pronk. Nee, Dennis Jos ingebracht inmiddels als stormram. En Aldogan haalt er nog een laatste hoekschop uit. Dit is definitief de allerlaatste mogelijkheid voor Scheveningen. Maar die gaat verloren. En zo gaat ook de eerste wedstrijd voor Scheveningen verloren dit seizoen in de vierde speelronde. En blijft Capelle ongeslagen dankzij een benutte strafschop. Pijnlijk, vooral op zo'n moment. Was je ermee oneens? Ik was ermee oneens, joh. Ja, ik kon er niks aan doen. Ik bedoel, ik denk die gozer wil hem koppen, ja, die laat hem lopen en dan staat het vierde grond, komt hij tussen mijn arm en mijn lichaam. Dus ja, ik weet niet hoe het eruit zag langs de kant, maar ik ging niet bewust met mijn hand naar de bal. En dat blijkt uiteindelijk het enige doelpunt te zijn, voelde je dan verantwoordelijk? Ja, want de eerste helft is helemaal niks aan de hand. De eerste helft ben je gewoon de betere van de partij en is niks aan de hand, dan speel je lekker. En de tweede helft, ja, gaan we denk ik te veel inzakken. En dan kom je 1-0 achter en dan wil je voor de lange bal gaan kiezen. Ja, en dan loopt het niet. Het eerste verlies dus voor de koploper Scheveningen, die daardoor waarschijnlijk wel koploper af is. Nou, daar waar ze over koploperschap nog helemaal niet durven na te denken, dat is in de Bollenstreek bij FC Lisse en Noordwijk. Na 3 speelrondes staan de ploegen gewoon nou, behoorlijk in het rechte rijtje. Dat zijn we wel eens anders gewend geweest. En met name Noordwijk. 0 punten nog uit 3 wedstrijden. De Bollenstreek derby met 2 ploegen die nog op zoek zijn naar de overwinning. Lisse Noordwijk, hier zijn de beelden. Noordwijk dus nog puntloos. Ja, ze houden zich een beetje vast aan het feit dat ze in de topklasse de Bollenstreek derby nog nooit verloren hebben. Dit is Splinter met een mogelijkheid. Op aangeven van Blonk. Lekker paasje. Splinter had daar meer mee moeten doen. De statistieken, daar houden ze zich aan vast in Noordwijk dus. En Lisse, ja, ze hebben wat puntjes gesprokkeld, maar nog geen overwinning. Dit is Messaoud weg aan de rechterkant. Klaarleggen voor de linker. Ja, en dan is de voorzet niet goed. Daar kan Greuter onmogelijk bij. Greuter die begint als diepe spits. Laat zich daarna iets terugzakken. En krijgt steun van Vermeulen in de spits.
Maar dit is Noordwijk. Met andermaal Blonk. Beweging aardig van Splinter. Splinter met het schot. Het is niet hard, het is wel zuiver. En het dwingt de Vries tot een krachtsinspanning. De toeschouwers zitten nog niet op het puntje van de stoel. Vermeulen, halve kopbal. Weinig grote kansen, laag tempo. Een beetje een stroeve wedstrijd tot nu toe in de eerste helft. Met Lisse dat iets meer de aanval zoekt nu. Messaoud op Hagari. Dit is aardig, het kopballetje. Ja, daar kan Hagari er niet bij. Hij is de topscorer van Lisse op dit moment. 1 doelpunt. En heeft hij meteen 100% van het aantal doelpunten van Lisse op zijn naam. Dit is gevaarlijk. Fauzi, de redding. Dan staat de verdediging te slapen. En dan is het Wendt die de 0-1 kan aantekenen. Noordwijk komt op 0-1. Doelpunt te maken. Speelt zich vrij. Nummer 31, Emiel Wendt. De redding is ook nog aardig. En dan moet die bal worden weggeroeid door Zoontjes. Maar het is Emiel Wendt die er eerder bij is. En Noordwijk op 0-1. Met Zout. Kan dit. Amazine tot een redding gedwongen. Hoekschop. Goeie trap was dat van Messaoud. Die ook de hoekschop neemt. Nieuwe kans om in te brengen. Raakt het hoofd van de Goede. En dat is precies genoeg. Lisse komt op 1-1. Doel te maken. Roel de Goede. Eigenlijk van die voorsprong. Dit is een vrije treffer hoor. En ik denk dat hij precies weet wat hij doet. Roel de Goede. Loopt al zo lang mee op dit niveau. 1-1 de stand. Het heeft een minuutje of 4 geduurd. Dat Noordwijk op voorsprong stond. En nu zijn we weer gelijk. Het is even Link daar achterin. Mark de Vries, de keeper, die lost. En bijna een kans. Nou, het loopt allemaal op niets uit. Blijven we staan op 1-1 met een goede kopbal van Wendt. De Vries ligt gewond, zo lijkt het. Maar hij kan verder. Is 1-1 de ruststand. En gaan we verder in de tweede helft. Komt er een winnaar. Het duel is redelijk in evenwicht trouwens. Lisse, ja, iets meer balbezit misschien. Maar de prikjes van Noordwijk zijn venijniger. Hoewel groter. Jongen. Ja, zo'n bal moet op de pantoffel. Of neem hem desnoods aan. Maar dit was niet best. Dennis Schreuter. En dan uit het niets de mogelijkheid. Ja, en ook dit moet erin. Tom Broekhuizen. Overgekomen van de belofte van ADO Den Haag. Zijn eerste basisplaats. Hij had dat kunnen opsieren met een doelpunt. Het balverlies van Lisse wordt gevaarlijk. Goeie ingreep van de Vries. In tweede instantie Fauzi met de bal over. Ja, ook hier had meer ingezeten. Lisse. Voor de overwinning misschien. Aangeraakt, hoekschop. Messaoud. Ja, zo wordt dat nog een soort leuk om naar te kijken. Heeft ook met de spanning te maken natuurlijk, want zolang het 1-1 is, blijft het spannend. Ook hier weer, wat scheelt het? De tijd tikt door. Komt er nog een winnaar? Dit is een stevige. Misschien wel iets te stevig van Jeroen Dedel. Ja, daar komt de kaart, dat lijkt me duidelijk. Het is een rode kaart. Ja, ik moet zeggen, hij gaat er al heel voor zin hoor. Het is dat Gonzalves opspringt. Anders was zijn been afgezaagd. Nou, Lisse verder met 10 in de slotfase. Solde zet het nog even goed neer. Dit is een prachtige redding van de Vries. Op de inzet van Wijnalda. Het is het laatste wapenfeit. Een punt voor Noordwijk. Ik ben blij dat we op het bord staan. En... Ja, het hadden er 3 kunnen zijn.
Had het er ook drie moeten zijn in jouw ogen? Nou ja, wat is moeten? Kijk, als jij vindt dat jouw ploeg een hele wedstrijd overwicht heeft gehad, dan moeten dat er eigenlijk drie zijn. Ja, maar in de voetballerij is dat niet altijd het geval. En daar ben ik inmiddels wel aan gewend geraakt. Want als die een keer aan de andere kant verkeerd valt, zeker met al die spelvattingen waar ze gewoon levenslink in zijn, dan heb je niks. Maar goed, natuurlijk had ik op drie gehoopt. En ik vind ook op basis van datgene wat wij gecreëerd hebben en wat Lisse gecreëerd heeft, dat we wellicht drie punten verdiend hebben. Maar daar wil ik het gewoon niet over hebben, want altijd maar verdiend of niet verdiend. Het is voetbal. Je hebt er één en daar moet je het mee doen. Zo is het. En dat waren de wedstrijden in beeld. De overige wedstrijden. Excelsior 31 wint met 3-2 van Teleden. Rijnsburg boekt de eerste overwinning. 2-4 uit bij Sneek. Kozakkenboys Hardenberg verrassend. 2-4. GVVV Excelsior-Maassluis 2-0. En IJsselmeervogels wint met 2-1 van Barendrecht. De stand is weer wat veranderd. GVVV en Capelle zijn de trotse koplopers. 10 punten uit 4 wedstrijden. Dan Excelsior 31, Scheveningen, Kozakkenboys, Hardenberg, IJsselmeervogels en de promovendus Maassluis sluit het linker rijtje met 7 punten uit 4 wedstrijden. Sneek, een andere promovendus, voert het rechter rijtje aan. Dan Rijnsburgse Boys, dat weer wat klimt na die eerste overwinning. Katwijk ook, 4 uit 4. En dan op de 13e plaats Lisse. 14 is Spakenburg en Noordwijk en Teleden. Nou, Noordwijk in ieder geval het eerste puntje. Teleden nog puntloos onderaan. In de zondagtopklasse. VVSB uit Noordwijk Rout ontvangt Haaglandia. En HBS speelt thuis tegen Leonidas. En tot zover deze uitzending van TV West Sport. Maandag zijn we er weer met een uitzending van de sport. Daarin zouden we natuurlijk eigenlijk graag na willen praten over de wedstrijd Adenhaag tegen Vitesse. Het zal waarschijnlijk worden over de nasleep die de afgelasting van die wedstrijd teweeg heeft gebracht. Verder hebben we ook nog hockey in de uitzending. De mannen van HGC, ze zijn de competitie goed begonnen. Maar ja, wat verwachten ze eigenlijk van dit seizoen? Graag tot maandag en voor nu nog een mooi weekend. Dag.